Oh, Wim, wat ben je toch ook een genadeloos geweldig. Ik vond het wel heel aangrijpend. Ik moet eerlijk gezegd, ik heb er echt een traan om gelaten. En waarschijnlijk ook omdat ik heb hem ook nog gekend. Maar vooral ook voor de grote betekenis die hij heeft gehad in mijn leven en in het leven van, denk ik, alle Nederlanders. Ik dacht vooral aan die aardige, vriendelijke man. Die overleden is natuurlijk en die heel veel betekend heeft voor de Nederlandse taal. We weten natuurlijk allemaal dat hij samen met Kees van Kooten de taal verrijkt heeft. Met nieuwe woorden, met uitdrukkingen. Wat bij hun dan van het scherm afspatte, was natuurlijk ook de timing en hun vriendschap. Elkaar gunnen, de grap gunnen en dat ging over en weer. En ja, waar wij in Den Haag natuurlijk heel erg blij om zijn, is dat zij zo ontzettend van onze stad hielden. Dat zij, zeg maar, alle kanten van Den Haag, ook de wat misschien in burgerlijk opzicht wat minder gepolijste kanten, flink de ruimte hebben gegeven. Ik denk dat Jacobsen van S, ja, moet je realiseren dat Tetje van S, die is er nu niet meer. Maar aan de andere kant, hij is er altijd, net zoals Wim de Bie, zal er altijd blijven. Of de zoon van de moeder, waar Kees van Kooten dan de moeder speelt. En Wim de Bie de zoon. Nee, maar... dat vergeet je niet. Als hij kwaad werd op de situatie, maar ook als ze tegen elkaar kwaad werden, maar ook over de situatie, hoe hij dan, met name hij dan, echt tekeer kon gaan over het onderwerp. Dat zijn voor mij de dingen dat ik denk, oh Wim, wat ben je toch ook een genadeloos geweldig. Natuurlijk ook Tetje van S, ja, noem maar op. Maar ook gevoelig types. Ja, dat. Maar ik vond eigenlijk Wim de Bie als persoon ook gewoon een heel mooie, ontroerende man.